bizarre bedreiging, Paul Rozemuller. Hij werd ernstig bedreigd, ex-GroenLinks-leider Paul Rozemuller. De 52-jarige Stefan M. schreef in een brief aan GroenLinks en Rozemuller onder andere dat hij op een kinderdagverblijf kinderen zou aanvallen met een bijl. En dat er doden zouden vallen als Rozemuller niet deed wat hij zei. Vandaag stond hij voor het eerst voor de rechter. Deze verdachte wordt verweten dat hij tweemaal, namelijk één keer tussen 26 april en 1 mei... en één keer tussen 28 april en 8 mei van dit jaar, te Utrecht dan wel te Amsterdam, een brief heeft geschreven, geadresseerd aan GroenLinks, gericht aan de heer Paul Rozemuller, met daarin diverse bedreigende teksten, allemaal gericht tegen artsen, dan wel patiënten van een huisartsenpraktijk en daarnaast ook tegen kinderen op een kinderdagverblijf. En dat hij door het sturen van deze brief gepoogd heeft om de heer Rozemuller en mevrouw te dwingen om iets voor hem te doen. Ik was zelf nooit van plan om met een bel of zo mensen in elkaar te slaan. Want de bedoeling was alleen maar om bij die mevrouw bepaalde schuldgevoelens los te maken, zodat zij uiteen zou klappen door de waarheid te vertellen. De rechtbank besloot dat Stefan M. langer vast blijft zitten. De zaak wordt in oktober inhoudelijk behandeld. En dan zal er meer duidelijk worden over de redenen van de dreigementen.